Oké, firmware upgrades. Hoe werkt dat nu? Dus een van de grote voordelen van het Fujifilm systeem is dat ze regelmatig firmware upgrades uitbrengen. Ik zal even het scherm ook delen, want de eerste stap voor het installeren van een nieuwe firmware is een geheugenkaartje voorzien. Dat heb ik hier. Een SD-kaartje, dus het type kaartje dat je zou gebruiken voor het opslaan van je foto's. En verder ga je naar de website van Fujifilm, fujifilm.com. Zoals dat hier op mijn scherm ziet. Onder support hier kies je de. Wacht, we kunnen even overlopen, hè. Support. Dan download software en firmware. En dan in het overzicht kies je het X-systeem of natuurlijk het systeem wat dat jij in gebruik hebt. En dan kun je gaan voor ofwel de camera's, dat zijn deze twee links hier, of de lenzen. Als we even naar het overzicht gaan, dat is eigenlijk een volledig overzicht. Hier zie je de verschillende camera's. Je ziet dat de X-T1 en de X-T2 onder andere firmware upgrades gehad hebben. En ook bij de lenzen zie je verschillende lenzen die een update gehad hebben. Het enige wat je moet doen is firmware download voor de juiste lens. En dan onderaan I agree. En de download kun je hier starten met begin download. Nu, dat zal dan een bestand downloaden op uw systeem. Ik heb hier een paar voorbeelden van die bestanden. FW-update 10, dat is voor de firmware-update van de X-T20, geloof ik. En dit zijn drie updates voor een aantal lenzen. Waaronder de 16-55 mm lens die ik hier nu staan heb, waarmee ik even zal aantonen. Het enige wat je moet doen is eigenlijk uw SD-kaart plaatsen in uw computer. En dan voor een Mac hoef je alleen maar die bestanden te kopiëren via drag and drop naar je geheugenkaart. Eens dat dat gebeurd is, ontkoppel je geheugenkaart opnieuw. Dat loskoppelen is belangrijk om geen gegevens te verliezen. Dan plaats je het kaartje in de camera. Nu, ik ga het hier nu niet in plaatsen. Ik heb hier al een ander kaartje geplaatst met de juiste firmware update. Want van wat er op het scherm te zien is, weet ik natuurlijk niet. Aan de hand van die codes weet ik niet meer wat voor welke lens is. Maar het is wel zo dat de camera zelf ook nakijkt of de firmware geschikt is voor een bepaalde lens of niet. De body heeft al de laatste updates gehad, maar voor die lens, dus dat is die 18-55, sorry, niet de 16. De 16 is een pak duurder. Maar dus die 18-55 mm 2,4, nee, 2,8 naar 4 variabele opening. Daar zit nu een kaartje in met een firmware bestand. Gewoon in de root, dus op gewoon verslepen naar het kaartje, niet in een bepaalde map of zo. En dan moet je de display back knop, dus deze knop hier, ingedrukt houden samen met de on-off schakelaar die je inschakelt. Dus terwijl je display back induwt, schakel je de camera in. En op het display verschijnt dan dit firmware upgrade scherm, waar je enkel met OK en back kunt navigeren. Nu, dit heeft al een versie van de lens, dat is die 3.21, en een versie van die camera, dat is de 5.20. Voor die lens is er een upgrade gebeurd. Dus we gaan nu via OK. En dan selecteren we hier met de knoppen de lens. En dan geeft hij aan: oké, je kunt een upgrade doen van 3.21 naar 3.22. Die versienummers zijn typisch, dat is major en minor releases. Dat wil zeggen, als ze van 3 naar 4 gaan, van alles wat voor die punt staat, dan is het een enorm grote upgrade. Gaan ze van 3.21 naar 3.22, dat minor getal is een kleinere update. Dat is meestal bugfixes en dergelijke. Als we nu OK selecteren, altijd zorgen dat je een goede volle batterij geladen hebt, zodat de camera niet vastloopt tijdens het uitvoeren van de upgrade. Het grootste probleem bij dergelijke upgrades: moest de camera toch uitvallen terwijl dat upgrade uitgevoerd wordt, dan kan het zijn dat de firmware op het device of op de lens onvolledig en daardoor corrupt is. Dus daarom moet je altijd zorgen dat je een volledige batterijlading hebt. Oké. En nu wordt het proces uitgevoerd. En dan is het een kwestie van even te wachten. Dat zijn blokjes die voortgang aanduiden.
En we zijn compleet. Dus nu hebben we versie 3.22. De camera uitschakelen is hier gewoon off. We kunnen snel een testen of het geheel nog werkt. Maar ik vermoed... Ja. En we kunnen ook, als we terug met die knop en tegelijk inschakelen, kunnen we ook controleren. En we zijn inderdaad naar versie 3.22 overgegaan. Dus de firmware is geslaagd. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende.